allemaal en welkom in weer een nieuwe video. We gaan dit keer iets spicy's doen. We gaan namelijk de Hot Ramen Challenge doen en daar kijken we eigenlijk al een tijdje naar uit. En daar heb je speciale soort hele pittige noedels voor nodig. Ik weet niet of je het wel eens al hebt voorbij zien komen op YouTube, maar het schijnt echt mega pittig te zijn. En wij hadden dus iets van, we willen eventjes testen of we het aankunnen, ja of nee. Daarvoor hebben wij twee soorten noedels vandaag. We beginnen met deze. Ik kan totaal niet lezen wat er staat, maar dit is één van de heetste noedelsoepen momenteel op de markt. En ik denk dat het wel het plaatje ook al een beetje laat zien dat deze vrij heftig is. En dan hebben we hier de allerheetste die op de markt is. Het is van hetzelfde merk. Deze is dus twee keer zo heet als die. Mm-hmm. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe heet het is, want ik heb sommige mensen tijdens die challenges echt stuk zien gaan. Ja. En Larissa's vriend heeft deze noedels trouwens voor ons gehaald in een hele grote toko. Mocht je je afvragen waar het vandaan kwam? Ja, hij kwam ze tegen in de toko en had iets van, hey, dat was leuk voor Tara en Larissa om een keertje uit te proberen. Dus super bedankt daarvoor. Ik ben heel erg benieuwd hoe ik de rest van deze dag door ga komen. Ik ook. En ik vroeg net ook al aan Larissa van, ja, hoe gaan we dit doen? We gaan ze sowieso allebei proeven, maar wie begint met die allerheetste? Er is maar één manier om dat uit te gaan vogelen en dat is gewoon steenpapierschaar. Steenpapierschaar. Oh! Ik bedoelde dit. Ik deed dit, maar dit was dit. Steenpapierschaar. Ja! Steenpapierschaar. Yes! Je wordt zenuwachtig nou, hè? Ik... Wacht! Dus met de iets minder spicy, die waarschijnlijk alsnog veel te spicy is. En de rest met de double spicy. Ik ga gewoon gelijk burnen. Let's do this. Laten we het maken. Nou, we staan nu in de keuken en we gaan de noedels gewoon bereiden zoals we dat altijd zouden doen met noedels. Ik denk dat jullie wel weten hoe dat werkt. En we hebben ook maar één steelpannetje, dus vandaar dat we het even om de beurt gaan doen. We gaan eerst met het lekkere sausje. Ik denk eerlijk gezegd dat dit het hete is. Ja. Ruikt lekker? Ja, het ruikt wel heel lekker. Topping eroverheen doen. Zeewier en sesam. Nou, het ziet er echt lekker uit. Ja. En ondertussen zijn we hier bezig met het koken van andere noedels. Is deze iets anders van kleur? Ja, misschien net iets donkerder. Net maar... ietsje donkerder, ja. En de toppings. Zitten we dan? Ja. Ja, ik ben heel erg benieuwd. We hebben ook nog even een glas water en een glas melk paraat staan. Ik zou zeggen, cheers. Eet smakelijk. Volgens mij is deze... Ik vind dat we tegelijk een hap moeten nemen. Oprecht wel lekker. Het is wel lekker dat er zo'n sausje bij zit, zeg maar. Gaan we grote hap doen? Zo groot mogelijk als dat ik kan vasthouden. Ik ben niet echt goed in mijn stokjes, dus ga me ook serieus niet vertellen nu dat ik hem verkeerd vasthoud. I know. Er is genoeg gepraat. Ja, ik denk ik ben aan het uitstellen, eerlijk gezegd. Wacht! Oké. Okay. Het is wel spicy, ja. Het heeft nu wel spicy. Wel lekker op zich, maar wel heet. Weet je? Oh, ik heb volgens mij nog nooit gehad dat ik... Oh, mijn ogen... Ik kreeg gelijk de hik van. Hoezo heb ik gelijk nou de hik? Ik weet niet, je hebt ook echt hele rode oren. Oh, ja, dat is denk ik voor het eerst. Er komt geen normale zin uit. Oké, ik moet nog een hap, hè? Oh, Jesus. Maar tot de helft. Ik moet zeggen dat ik hem best wel lekker vind en... Het is wel de ultieme test om te testen, zijn we echte Indo's of zijn we blanda's? Auw, het is heet. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik hou van spicy. En daar is ze ook wel, maar we eten niet altijd super, super, super spicy. Ik ben zeg maar echt heel weinig gewend, maar ik begin het wel steeds meer lekker te vinden en waarderen. En ik heb nog steeds geen tweede hap genomen, maar ik weet dat jullie dat nu denken. Maar ik probeer een beetje even op adem te komen. Is die echt heel heftig? Want ik vind deze heel spicy, dus ik kan me voorstellen dat die wel echt een nightmare is. Het is wel lekker spicy nog. Mm-hmm. Maar jouw oren zijn ook rood nu trouwens, aan de bovenkant. Ja? Ja. Ik heb het wel warm. Oh, het voelt wel hoor, hier. Ja. Voel je het niet in je maag al? Ja, ik heb sowieso een lege maag. Dat is niet het meest verstandige om te doen. Maar hij is wel, ik kan je vertellen, en dit is dan iets minder pittig. Oh. Ik vind deze wel pittig, ja. Ik ben al aan het zweten hier. Ja, ik zie bij jou ook. Ja, en ik heb het minder. Dus ik weet al, maar te wachten staan. Au. Ik had een afwaal koelen. Kijk. Laatst hadden we iets gegeten. Wat was dat nou? Oh ja, toen hadden we een soort sausje. Sorry. Ik kwam in mijn lucht. Laatst hadden we iets gegeten en dat was zeg maar spicy op een manier dat ik het niet kende en niet lekker vond. Ja, want dit is nog wel lekker, hè? Dit is zeg maar, ja, dit is lekker spicy en ik kan niet uitleggen waarom. En het andere was een beetje smoky spicy, want dat was een soort van Mexicaans sausje.
Ik begin echt een beetje te kwijlen. Je moet even iets minder grote hap. Wat was het nou? Ik ben het helemaal vergeten. Maar het was niet eens de heetste saus. De heetste vond ik minder heet dan die. En het was smoky en het was een soort van irritant heet. Gewoon meteen had ik zoiets van, oh, dit wil ik niet. En bij deze wil je nog een soort van dooreten. Maar ik moet zeggen dat mijn mond echt brandt. Het doet echt pijn. Oh, mijn lippen beginnen nu trouwens echt enorm te tintelen. Het doet heel erg pijn. Misschien heb ik zo meteen wel hele plump lippen. Oh, misschien lijken we straks op Kylie Jenner. Maar ik zie wel dat jouw hele mond oranje is. Dus dat heb ik waarschijnlijk ook. Nou, mijn neus is in ieder geval aan het lopen. Dus als je verkouden bent, is dit ook een hele leuke tip. Hoeveel heb ik namelijk nou genomen? Volgens mij echt pas 3 of zo. Oh, je bent wel veel verder dan ik. Ik krijg dat gewoon even weg. Ik had echt best wel trek. En ik vind hem best wel lekker. Maar ook wel heel erg pittig. Maar echt, mijn mond is echt on fire. Maar oké, ik doe nog even één hap en dan dit. En dan ga ik hem even met jou. Ik vind dat je het heel goed doet. Voor iemand die bijna geen spicy eet. Oké. Mijn voorhoofd is officieel vochtig volgens mij. En ik voel het ook onder mijn ogen. Als mijn ogen zweten. Pas op hoor bij je ogen. Als je niet. Ja, ik geef deze aan jou. Oh ja. Ik ben heel erg benieuwd of ik ga proeven of die zeg maar pittiger is. Of ik zie echt zoveel zweet op je neus, hè? En ja? Helemaal shiny. Gewoon helemaal. Als je dit doet, dan is je neus gewoon nat waarschijnlijk. Oké, ik heb bijna saus in mijn ogen gedekt. Oh. Ja? Ja. Oh ja. Ja. Ik zweet wel net iets meer. Dat mag wel weer duidelijk zijn. Oh, ik snap nu trouwens wat je bedoelt met kwijlen. Ja. Nu ik eventjes niet eet, voel ik echt gewoon dat al het speeksel zo wordt aangemaakt. Ja, je lichaam die wil zichzelf blussen of zo. Ja. Oké, ik ga even wachten op jouw reactie. Ik weet het niet, ik vind het moeilijk. Het is lastig voor hem omdat die ene deze ook waarschijnlijk heel heet bij is. Bij elke hap brandt het zeg maar op mijn mond al. Ja. En dan moet hij nog naar binnen, maar. Ja, en ik ben ook zo eentje die altijd zeg maar de lippen likt. En dat moet je dus nu ook totaal niet doen, heb ik net al gemerkt. Want je zet je eigen mond in de fik gewoon. Ik proef gewoon niet meer dat deze pittiger is, bijna. Nee? Nee. Ik denk het wel. Dat ik wel, ja, dit trouwens nu wel. Dus het ik is merk van, wel dat, hij, dat deze pittiger is. Er zit een is, iets hoor. Bittere ondertoon. Hij komt later, die later aan. Aankomt. Ja. We hebben nog in één keer gedronken. Zullen we nou een slokje nemen? Ja, ik vind dat we dat op zich wel verdiend hebben. Mm. Ik voel dat ik zweet. Ja. Oh, mijn hele voorhoofd is nat. Mijn hele hoofd is gewoon nat. Ja. Wat oranje spet is op je kin ook. En die, oh, hier boven je bovenlip is het helemaal nat. Alsof je net een half uur hebt lopen sporten. Nee, je gaat best prima. Gewoon shiny, maar ja. Ik ben. Oh, ik voel het echt wel in mijn mond nu heel erg. Ja, mijn mond is alweer minder, maar mijn lippen die staan in de fik. En echt rood. Ze doen echt heel veel pijn. Moet je kijken, ik zie het ook gewoon nu zelf. Dit is geen lipstick. Dit nee, is gewoon waarom? Echt, onze lippen zijn echt knalrood. Maar ik heb wel het idee, hoe langer ik wacht, hoe meer pijn het doet. Dus je kan eigenlijk gewoon beter doorheen. En hoe zit je maag? Ik voel het hier. Ik ben benieuwd hoe dat wordt op de wc straks. Ik denk echt één grote chaos. Maar ik ben gewoon één grote chaos. Wam, wam, wam. Kunnen we hem finishen, dat is de vraag. Maar ik heb wel echt veel meer op van die. Ja, ben jij van deze? Ik heb ook niet heel veel zin meer of zo, om een of andere reden. Mm. Ondanks dat ik het ergens wel lekker vind, maar. Het doet gewoon pijn in mijn mond elke keer dat ik het. Er zit gewoon manieren te bedenken om dan niet mijn lippen aan te raken. Ik vind deze, nee, na de inzien vind ik deze minder lekker. Hier proef je toch net wat meer die heat en die komt echt later in je gezicht. Wil je weer even ruilen? Moet kijken hoeveel ik op heb. Wow, ik ben echt heel erg bezweet. Kijk mijn mond. Ja, vooral hierboven. Dit is allemaal zweet. Allemaal zweet, dit ook. Voel je mij? Kijk. Ja, je hebt echt gewoon stukken saus daaronder. Het valt mee. Oh ja. Sorry, oh ik loop echt te kuchen op het eind. Dat betekent dus wel dat je met je eentje moet finishen, hè? Finishen weet ik niet zeker, maar ik kan hier nog wel 2 happen van op. Bijna, Liz. Ja, ik wil echt niet. Moet je kijken hoeveel ik nog heb. Mm. You like the milk? Ja, ik hou echt van melk. Echt één slok en een halve glas is leeg. Nou, maar het doet ook echt goed. Neem even een slok anders. Ik heb geen zin om te eten daarna. Ik hou in ieder geval melk op deze manier. Hmm. Oh, ik voel nu mijn maag. Wow, sorry. Leuke challenge. Wat zeg je ervan? Nou, ik moet zeggen, het was inderdaad echt heel pittig. Mensen die hier heftig op hebben gereageerd, hebben zeker niet
overdreven, maar... Ja, er is een grote maar, ik moet zeggen. Hij was best lekker. Ja, de smaak, ik had echt verwacht dat hij zeg maar zo heet was dat je gewoon niks meer proeft. Dat het niet lekker meer is. Inderdaad, maar ik moet zeggen dat je echt nog wel de smaak kan proeven en mensen die echt van super pittig eten houden. Ik kan me voorstellen dat je het heel lekker vindt. Ja. Dus ja, zeker wel er. Heel erg leuk om uit te proberen. Ja, en ik moet zeggen, wij kunnen dus... Ik best wel goed tegen pittig alsnog, maar ik zweet me helemaal kapot. Ja, maar ik moet zeggen, als we moeten kiezen nu tussen Blanda of gewoon echte Indo. Mag ik eventjes trots zijn en ons en ook mezelf een echte Indo noemen? Want ik had het niet verwacht dat ik dit aan kon gaan. Yeah! Wij zijn heel erg benieuwd of jullie al de spicy ramen hebben geprobeerd. Wat je er dan van vond en of je ze allebei hebt geprobeerd. Zeg maar de allerheetste, de double spicy. Mm-hmm. Of gewoon de normale. En of je het misschien wil gaan proberen. We zijn heel erg benieuwd dat als je dit gaat doen, stuur ons gewoon eventjes een foto van jouw ontzettend bezweten of rode gezicht. Dat zouden wij heel erg leuk vinden om te zien, denk ik. Als je tot hier hebt gekeken, laat dan even een rood pepertje achter in de comments. Laat ook eventjes weten of je van spicy eten houdt. Geef me vooral een duimpje omhoog. Als je deze video leuk vindt en als je natuurlijk ook hartstikke trots bent op ons. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet zeker niet om je te abonneren op ons kanaal voor nog meer leuke video's. En dan zien we jullie heel snel weer terug in de volgende. Doei! Doei.